Rodney verliest hier met 2-0 van Ajax. Met wat voor gevoel kijk je terug op de wedstrijd? Ja, toch wel een beetje met een gemengd gevoel, denk ik. In de eerste helft waren zij heren meester en drongen ze ons helemaal terug tot onze eigen 16. Zij maakten het spel en eigenlijk waren we in de omschakeling onnauwkeurig. Maar ik denk in de tweede helft dat we het goed hebben opgepakt. En als die strafschop erin gaat, dat is aansluiting treffen, dan wordt het nog een spannend potje. Ja, in de tweede helft hebben jullie een heleboel strijd geleverd. Daar probeerde je natuurlijk die aansluitingstreffen af te dwingen. Die gemiste penalty, is dat dan ook een kwestie van dat er weinig vertrouwen is momenteel, dat jullie die dan missen? Of? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon dat het pure pech is. Zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen. En, het is zaak om daar zo snel mogelijk uit te komen. Hopelijk volgende week al. Want volgende week tegen VVV, dat wordt een cruciale wedstrijd. Ja, dat is... We hadden het net al een beetje erover, dat worden gewoon finales. De rest pakt allemaal punten. We kunnen zeker niet achterblijven.